Hallo meloten, goed dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Hints en Theorieën over aflevering 5 van Wie is de Mol seizoen 21. Maar eerst kijken we naar wat we vorige aflevering gemist hadden. Tijdens de opdracht Fotogeniek rijdt er achter de kandidaten een bus of tram langs, met daarop een afbeelding van een man met een bril. En het was in de aflevering heel kort te zien en ook erg moeilijk te spotten, maar hij lijkt wel een beetje op Splinter. Ja hoor, stap aan boord van de Tunnelvisie Express. We gaan vertrekken. Trust nobody. Mijn naam is Guido Verheijen en vandaag gaan we het natuurlijk weer hebben over de opdrachten, de kandidaten en natuurlijk de mol. En niet vergeten de pot, want de pot die werd deze aflevering gehalveerd. En ik vroeg op Instagram, denken jullie dat vanavond de pot wordt leeggeroofd? En 90% van de stemmen zag dit wel gebeuren. En dat is lastig, want de kandidaten die dus in aflevering 1 tot en met 4 hoge bedragen voor de pot wisten binnen te halen, kunnen zomaar eens de mol zijn. Voordat we de hints en theorieën van deze aflevering bespreken, ga ik eerst even het Follow the Money overzicht erbij pakken. Normaal gesproken laat ik het Follow the Money overzicht niet echt in de hints en theorieën video's zien, maar ik maak voor deze aflevering graag even een uitzondering. Want de kandidaat die het minste geld verdient op dit moment, die zal je best wel eens kunnen verrassen. Na aflevering 5 ziet het Follow the Money schema er als volgt uit. En zien we dat Charlotte op dit moment de kandidaat is die het minste geld in het laadje brengt. Sterker nog, het is een minbedrag. Charlotte dus maar eens even goed in de gaten houden. We gaan kijken naar wat er nog meer in deze aflevering gebeurde in de 1 minuut samenvatting. Wie wat waar, wist ik het maar. De zoektocht naar de mol duurt onverminderd voort. Maar de pot staat erg hoog, iets waar de mol zich aan stoort. Een prachtige locatie waarbij 3 duo's op uitkijkpunten zijn. Geef informatie over met een verftekening als sign. Erik liegt, Remco acteert en iemand is op een markt met kaas. Maar geld verdienen, dat doen ze niet helaas. Een aanbod van Rick komt de pot duur te staan. Want veel geld bieden op een vrijstelling is niet te weerstaan. Zowel Rocky, Charlotte als Marije krijgen wat info over de opdracht ontspoord. De andere 3 kandidaten krijgen geen enkel woord. Dan volgt de test, maar de executie laat nog even op zich wachten. Want er staat natuurlijk nog een zenuwslopende race te wachten. Joshua, Splinter en René voeren de opdracht op eigen kracht uit, maar zijn dan toch te laat voor de buit. De executie dan en 1 kandidaat heeft pech. Het is exit voor Joshua Nolet. Hij moet weg. 1 ding is zeker, er staan minimaal 2 vrouwen in de finale van dit seizoen. Want na het vertrek van Joshua is alleen nog maar Splinter als enige man over. En daarbij vertrekt ook wel een beetje de leider van de groep als ware. Joshua kreeg het altijd voor elkaar in de groep om ja, toch wel de samenstelling van de duo's of groepjes in een opdracht te bepalen. Dat zien we ook bij deze eerste opdracht, waarbij René eigenlijk wil claimen om ook eens een keer die groepsindeling te maken. Nou, ik ga nu eens een keer met Charlotte. Jij bepaalt altijd alles. Ik bepaal nooit iets. Wel, heel vaak. We hebben dus tekenaars en raders nodig in allebei de teams. Als jij het niet erg vindt, ga ik toch haar stelen. Maar kijk, nu wordt het wel weer bepaald. Daar had ik het over. Nee. En René is mijn mol, maar dit is toch wel een beetje slappe hap. Want een mol die moet gewoon stevig in zijn schoenen staan, zou ik zeggen. En René doet dat absoluut niet. Als we dan even kijken naar het concept van deze opdracht, dan merken we al gelijk dat het heel moeilijk was om überhaupt geld te verdienen. Misschien was deze opdracht ook wel meer voor het humoristische stukje van het seizoen. Want de tekenkunsten van Charlotte die lieten wel erg de wensen over. Tot grote hilariteit van Joshua en Charlotte natuurlijk ook. Oh, dat meen je niet. Op de kaasmarkt. Ja, hoe vind je dit? Dit is op de kaasmarkt. Ja, dat zie ik gelijk. Echt? Ja, dat zie ik echt gelijk. Yes, dankjewel. Ja. 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 Dit is een titel. Ik zie het, ja. Al met al een goede molactie om slecht te tekenen, want daar draait de hele opdracht om. Zo slecht als dat Charlotte tekent, zo goed tekent Rocky eigenlijk. Want haar tekeningen, ja, zien er best wel oké uit. Is aan het abzuilen van het gebouw, diegene heeft blond haar en daarnaast staat een kopje koffie getekend. Dat ben ik. Een opdracht waarbij we al wel wisten dat hij eraan zat te komen, want er zat echt gruwelijk veel geld in die pot. En opvallend, er wordt 3 keer door een kandidaat 5.000 euro geboden voor een vrijstelling. Of nou ja,
informatie, zodat je sneller bij een vrijstelling kunt komen. En eerlijk is eerlijk, dat verpestte een beetje de derde opdracht, want het was leuker geweest naar mijn mening als beide groepen evenveel kans hadden gehad. Oftewel beide teams zonder voorkennis. Mijn vraag is, wat heeft de mol bij deze opdracht gedaan? Want is de mol nou een van deze drie vrouwen die een vrijstelling verdiende, of heeft de mol gewoon lekker rustig aangedaan? De mol hoeft namelijk helemaal niet zoveel te bieden bij deze opdracht. Want de mol en de productie van het programma, die hebben natuurlijk contact met elkaar. En wanneer René of Splinter dus eigenlijk het wel eens zijn met 5000 euro uit de pot, dan hoeven ze helemaal niet mee te stemmen. En dat zien we wel vaker gebeuren in opdrachten waarbij er geld uit de pot gehaald wordt. In de veilingopdracht van seizoen 17 zorgde de mol er alleen voor dat het bedrag steeds hoger werd. Het bod werd steeds hoger, maar uiteindelijk hield de mol dan afstand en werd er een andere kandidaat verdacht. Datzelfde gebeurde ook in seizoen 7 bij een veilingsopdracht. En dus kan de mol makkelijk 1000 of 600 euro geboden hebben. Dan nog een hint van SteffiD68, ingestuurd via mijn Instagram kanaal. Hierbij moeten we even op de hoodie van René letten tijdens de executie. Daar lezen we inderdaad 5k, oftewel 5000, en dat is het bedrag wat uit de pot verdwenen is. Het lijkt me dat dit gewoon puur op toeval berust, of zou René allemaal truien hebben meegenomen met daarop verschillende bedragen. Molest op het wieisdemol.com forum zegt, twee kandidaten die 5000 euro bieden, dat kan ik me nog wel voorstellen, maar drie kandidaten die 5000 euro bieden, nou, ik denk gewoon dat de mol zich daarbij heeft aangesloten. Het maakt de executie voor die andere drie kandidaten ook eerlijker. Ik vind dat een hele goeie van jou, Molest, en ik denk dat dat ook het eerlijkste is als de mol voor de vrijstelling gaat, want dan gaat het dus tussen drie kandidaten die test en executie. Anders was het maar tussen twee kandidaten gegaan en dat zou niet heel eerlijk zijn geweest. Daarnaast kun je in die derde opdracht de boel flink vertragen. Op voorhand wisten we eigenlijk al dat de kandidaten met informatie ook als eerste bij de vrijstellingen zouden aankomen. Als de mol nou bij de kandidaat heeft gezeten die de vrijstellingen verdiende, dan kon die dus gewoon lekker vertragen. En dat zorgde dus ook voor dat er minder geld verdiend werd bij die opdracht. Bijvoorbeeld bij die opdracht met de wijzers. Op een gegeven moment moeten ze dus de code zien te achterhalen en Charlotte die ziet die code niet. Rocky daarentegen ziet de code wel en zorgt ervoor dat ze dus weer verder in de opdracht terechtkomen. Geen molactie van Rocky dus, maar misschien wel een verborgen aanwijzing naar Rocky. Milja stuurt mij via Twitter namelijk, een van de plaatsnamen heet Rocky Kenny. De programmamakers kunnen zelf kiezen welke plaatsnamen ze gaan gebruiken bij deze opdracht. En zo kunnen ze dus ook gewoon een verborgen hint erin stoppen. En wellicht is dit dus een verborgen aanwijzing. Voor mij wordt dan ook nog eens bevestigd dat de mol wel bij die drie kandidaten moet zitten. Want als ze eenmaal bij de vrijstellingen zijn aangekomen, vergeten ze ook gewoon alle drie om de timer uit te zetten. Waarbij 100 euro minder wordt verdiend dan verdiend had kunnen worden. Zometeen de verdenkingen van jullie kijkers, maar voordat het zover is wil ik jullie eerst even vragen of je wil abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Want we zijn bijna bij de 25.000 en als we die 25.000 abonnees hebben aangetikt, dan komt er een extra video online. Dus vertel je opa, je oma, je vader, je moeder, je zusje, je kleindochter, wie dan ook, over dit geweldige YouTube-kanaal. Of in ieder geval over leuke en bruikbare hints en theorieën. Ja, de tijd voor de verdenkingen. Dan zijn we aangekomen bij de verdenkingen van jullie kijkers. En deze week wordt René met 44% het meest verdacht. En Rocky wordt het minst verdacht. Maar ja, is dat nu nog steeds zo? Laat het me weten. Stem mee via de poll in de beschrijving van deze video. Ben je nou ook enorme fan van het luisteren naar podcasts? Vergeet dan ook niet naar de Molcast te luisteren. G en ik gaan daar gewoon lekker een half uur tot drie kwartier over de hints en theorieën speculeren. En de opdrachten uiteraard. Dus als je dat leuk vindt, vergeet dan vooral niet even Molcast te volgen. Ook die linkjes staan in de beschrijving van deze video. De rest van de week kun je mij volgen via de socials. Die staan hieronder. En vergeet natuurlijk ook niet om een van deze video's hiernaast aan te klikken als je nog meer van mij wilt bekijken. Graag tot de volgende keer bij een nieuwe video. Doei doei! En kijk iedere zondagochtend naar de hints en theorieën op dit YouTube-kanaal.